Niet alleen buiten is er weer meer mogelijk, maar ook binnen. Fitnessruimtes en sporthallen konden woensdag weer open. Zoals ook bij David Lloyd in Eindhoven. Het heeft veel te lang geduurd eigenlijk, hè? En je ziet het, we beginnen weer te zweten, dus die kilo's moeten er weer vanaf. Ja. Veel fijner dan buiten sporten. Dan ben je echt afhankelijk van het weer en ik hou echt niet van regen. Dus dit is gewoon weer ideaal. Niet meer op de loopband of met gewichten in de weer. Sporters hebben het gemist. En in de tussentijd zijn er dus ook wel wat coronakilo's bijgekomen. We hebben heel veel online lessen gegeven. Maar op een gegeven moment zie je dat het toch wat moeilijker wordt met de motivatie. Dus wat dat betreft is het toch makkelijker als ze in de club kunnen komen sporten. Ik heb in de tussentijd wel één keer in de week een personal trainer gehad om buiten te trainen. Ik probeer te lopen en thuis oefeningen te doen. Maar hier tussen het ijzer, dat is voor mij in ieder geval het beste. En ook deze tennistalenten moeten aardig wat trainingen inhalen. Wij hebben weken buiten moeten trainen. En elke keer als het regende, dan moesten we onze spelers die uit Limburg kwamen, uit Den Bosch, uit allerlei delen, moesten we weer naar huis te sturen. Dus het is heerlijk dat we nu weer binnen aan de slag kunnen. Als je gewoon lang niet tennist, vooral bij de sporttennis, mis je snel gewoon echt je goede ballen. En dan maak je snel meer fouten als je gewoon een tijd niet traint. Voor ruimteswagensport wordt geldt nu een maximum van 30 personen.